mensen, mijn haar die ziet er dus nu nog zo uit. Een beetje, nou, vettig. Wat ik al zei, ik dan ga wel naar de kapper. Het is alleen maar aan het pluizen. Maar ik wil ook wel wat anders. Ik wil het wel lang laten groeien, ja. Misschien een beetje opscheren of zo hier een beetje, weet je. Dat het niet zo heel veel is, maar dat even hier aan twee zijkantjes een beetje op wordt geschoren. Het groeit toch wel weer aan, maar dat als het zo overheen valt, dat je dat dan weer net niet ziet. Ja. Ik weet het nog niet wat ik ga doen. Nee. Het is wel best mooi weer. Ga jij het ook nog vertellen dan? Ja? Ga je het ook nog vertellen dan? Oh, nou dankjewel. Nee, maar ik ga even kijken wat ongeveer de mode van 2020 is voor je haar. En dan ga ik het even bekijken wat ik ga doen ermee. Ja. Nou, bij de kapper aangekomen, hij gaat niet. Ik vind helemaal niks, ik wel. Ik mag wel weer even lekker wassen, knippen. Ja. Het is zo fit als weet niet wat. Hè, schat? Ja. En jij gaat zo meteen? Ja. Heb je er zin in? Ja, hoor. Heb jij er zin in? Ja. Mooi. Het is hier alleen warm, dus doe je jas uit. Doet hij ook zo, maar nou nog niet. Hij is eigenlijk ook eigenwijs, net als ik. Nou, daar heb ik wel vertrouwen in hoor. Ja. Vertel, wat mag ik voor je doen? Nou, lekker zometeen lekker wassen en even sowieso de dode puntjes, want het gaat gewoon iets splijten. En ik had eigenlijk een idee om eigenlijk hier een klein stukje een beetje kort te maken. Dat wil een beetje wat geschoren. Ja, een heel klein beetje. Niet helemaal ver, maar gewoon even zo'n klein stukje hier, dat het gewoon weer een beetje hip is. En wat ook leuk is, je hebt alleen dit hoekje. Juist, precies. Juist. Als je het niet wilt, valt dit ook nog een beetje. Juist, precies, daarom. Je moet gewoon alleen dit hoekje zijn. Mm-hmm. En dan eigenlijk ook even aan deze kant. Allebei ook? Allebei de kanten? Juist, dat denk ik wel. Of... Ja, kijk, dit raakt natuurlijk wel meer. Daarom. Dan kan je dat extremer maken, dus dit dan wel zo raakt. Ja. En dan hier echt korter. Ja, dat is wel. Nee, doe alleen. Nee, wil je het straks wel? Ja, daarom, precies. Ja. Nee. Yes. Ja. Ik ga hem eerst lekker wassen. Ja. Dus je eerste dag hier? Ja, de eerste dag, ja. Oké. Okay. Dat was een beetje koud. Oh, dat lijkt niet zo lekker. Ja, de eerste dag, ja. Oké, okay. En hoe bevalt het je? Ja, ik zit wel prima, maar ik heb het gevoel dat ik een leerling ben. Is een leerling dat je natuurlijk nog niet alles zo uit je hoofd weet waar alles staat. Nee, maar dat is logisch. En de telefoon opnemen. Ja, ik knip wel gewoon, maar ik vind het ook weer langzaam. Het is toch een beetje spannend of zo. Ja, tuurlijk. Het is een andere omgeving. Ja, zeker. Het is even ook nieuwe collega's voor je. Ja. Dus het is gewoon wennen. En dat is logisch. Ja, nou, eentje is al mijn collega, want die is hier ook gaan werken. Oké. Dat is deze jonge man hiernaast. Oh, die. Oké. Okay. Ja. Dus dat is toch wel fijn, weet je, dat je iemand kent. Maar ja, weet je, die kan de uitdaging aangaan. Ja, klopt. Omdat je iemand kent, is dan wel gaaf. Mm-hmm. Ja, ik heb 10 jaar lang maar één laatst zien. Ik vind toch wel heel anders. Ja, en want waar heb je echt gewerkt? Bij de Bosman in Dijkshaven zat hij eerst. Ja. Zijn eigen ondernemerszaak begonnen. Dus de Bosman in de Korber. Oké. Nee, ik wilde wel gewoon mijn haar weer lang laten groeien. Ja. En dit is gewoon verf wat weer uitwasbaar is. Ja, maar je wilt niet meer deze kleur? Nou, hij en hij... het is een uitspoelbare... Met wassen wordt het steeds minder. Juist, gelichter. Precies. Ja. En ik zie nu dat hij inderdaad een beetje kan falen. Juist. En dan knal ik er weer een andere kleur in, paars of zo. Ja. Ik heb een oppasgezin en dat meisje die zegt van... Ja, en je moet de volgende keer paars en groen doen. Oké, nou. Prima. Je bent wel wat gewend met extreme kleuren. Ja hoor. Ja. Ik heb al roze en blauw gehad. En dan ook nog mijn wenkbrauw dan net andersom. Echt waar? Ja. Wow. Ja.
kun je allemaal zien als je thuis op YouTube zit. Ja. En dan Karin is met de C van der Werf. Kun je allemaal, Karin is met de C dan ja. van der Werf. Kun je het allemaal terugzien. Want je leven nu. Bijna wel. Wij hebben even een tijd stilgelegen. Ja. Omdat we gewoon ook heel druk zijn met werken. Ja. Maar dit doe je daarbij gewoon, dit is niet echt je werk. Nee. Dit is een hobby van je geworden. Ja, maar kijk, krijg ik eens een keer een samenwerking. Ja. Dan is dat ook leuk. Kijk, dat heb ik ook al met hem afgesproken. Als ik hier ben en ik volg je, dan doe ik ook zijn link eronder. Oh ja, maar dus, dat is ook een soort van samenwerking. Ja. Maar ik word er niet voor betaald. Nee, oké. Kijk, ik maak gewoon gratis en reclame voor hem. Ja, leuk voor hem. Daarom. Kijk, en hij heeft alleen gezegd van, willen mijn medewerkers niet op beeld, dan moet ik het ook gewoon accepteren. Nou, dan doe ik dat ook. Kijk, zeg jij ze misschien straks van, nou, ik wil toch even proberen in beeld, weet je dan. En dan kunnen we dat altijd doen. Maar... Ja. Dat is nog iets van de verzorging in het Ja, maar dat merk ik ook met wassen en alles. En dan gaat het rood worden, dan gaat het ook wel spijten. En dan gaat het vloeien op de manier zitten zoals ik het wil. Dan heb je wel weer van even die extra van even die spuit hier. Om een beetje lekker. Ja, en dan wordt je haar ook vet van, maar dat maakt niet uit. Dat moment is ook olie. Ja, dat is wat van olie. Dan kun je dan je haar spuiten en dan zit het een beetje recht. Ja, ja. Ja, maar Emma, ze zingt ook gewoon goed en zij is groot geworden door en door de tv. Ja, ja. Want ze deden dat eerst via YouTube. Ja, zeker. Doei. Zo lekker liefde van. Ja. Hey, alles goed? Ja. Ik wil wel met die lengte in de kamer. Ja. Ik heb het heel kort gehad. Altijd heel kort. Nee, ik heb het heel lang gehad. Ja. En toen ik eigenlijk mijn operatie kreeg, had ik zoiets van, nou, ik weet wat het is met haar uitval. Ja. Ik ga te kort dan. Hoe lang heb je het altijd thuis gehad? En vooral langer zoals het is? Nog even iets langer. En ik heb ook echt gewoon dik haar. Daar zeg ik al, dat zit gewoon al heel veel beter aan. Ja, maar de zijkanten was echt wel, wel lekker de laag in knippen. Ja. Ik zou hem lekker inknippen, dat het wat luchtig valt. Ja. Maar je doet het zo ook echt een keer ook. Klopt. Dan stoor ik echt de lucht aan. Mm-hmm. Handig. Computer en die heeft jij gewoon een eigen leven, joh. Ja. Nee, ik was vroeger altijd laagjes, maar ben nu met laagjes. Ja.
Ja, normaal. Als u merkt dat het loopt dan het uit vandaan, dan moet u weer klein zitten. Ja? Alsjeblieft. Ja, dan ongeveer drie of vier weken geleden en ben ik hier ook geweest. Oh, is dat zo? Ja. Dan weet je, dit sport mag wel goed bijhouden. Ja, klopt. Daar zeg ik al, ik wil het ook wel weer lang laten groeien. En dat doe ik ook niet. Hij zou het echt heel kort houden. Ja, ik kan het echt heel kort. Ja, dat is ja, er zijn mensen die het nog soms aan moeten wennen, maar er zijn ook mensen die het al weten. Oh ja, hij staat er. Ja. Nou, ik ben dan nooit op film dat ik aan het knippen ben. Nee. Maar ik vind het niet erg hoor, helemaal niet. Ik weet niet eens wat ik doe. Ja, daarom. En zo kunnen ook mensen zeggen, hé, hey, ik wil ook bij haar. Ja. Ja, zeker. Zo ben je wel lang, hè? Dat is fijn. Heb je veel volgers? Bijna de 360, hè? Ja. Ja. Of nog één jaar. 489. En hoe lang ben je al mee bezig? Sinds dat ik hem heb leren kennen. Oh, jullie hebben elkaar online nog niet gezien? Nee. Het was een heel apart iets, want ik zat dus al in de buurtconferentie bij mij in de rij. Yeah. En toen kwam er dus ook nog de WhatsApp-buurtconferentie. Yeah. En zijn buurtvrouw, die ging op vakantie toch? Je bestuursvoorzitter. Ja, je buurtvrouw ging op vakantie. Ja. Yeah. En of nog hij dan wel op haar huis had passen, ik weet niet hoe wat er in de buurt. Nou, dat was ook wel, dus hij ging de sleutel ophalen. Toen zag ik dus het WhatsApp-icoon. Nou, en daar die, moet ik me aanmelden. Ja, bij haar. Nou, gewoon gelijk in contact. Wil je dan ook meelopen? Oh, hoe gaat dat dan in zijn weg? Nou, dan moet je daar en daar naartoe komen. Nou, dus ik ga een appen van, ben je er al? Ja. Ja, ik zit er al. Waar dan? Ja, daar. Oh. Oké. Nou, toen was het nog helemaal niet mijn type. Dat heb ik bijna anderhalf jaar gezegd. Van, je bent mijn type niet, je bent mijn type niet. Was hij wel, maar... Nou ja, nu zijn we bijna een jaar en twee maanden getrouwd. Zo? Ja. En ik ben niet standaard in het wit getrouwd. Nee, dat geloof ik ook wel. Ik ben in het blauw-mintgroen, hè? Is dat? Ja, het groene. Ja. Is dat ook leuk? Ja. Op het strand of zo? Nee, gewoon op het stadhuis. En we hebben... Gegeten met vrienden en een zaaltje afgeven. Ja, een zaaltje. Gewoon lekker betaald. Gewoon lekker... Lekker romant. Lekker makkelijk. Ja. Precies. Toch? Ja. En zijn jullie nog een huwelijksreis? Nee. En we gaan gewoon dagjes weg. Ja. Oh, leuk. Jullie zijn niet van sterren? Nee, ik al helemaal niet. Vind je vliegen eng? Ja. Ja? Ja. Ik ben ook niet vast van. Nee. Je bent wel eens in het vliegtuig geweest. Ja, maar Emma die staat stil. Op de grond vast. Yes. Kijk, gaan we dit stukje wegscheren? Ja. En dan valt het er nog echt nog wel even overheen. Mm-hmm. En wat ook leuk is, als je dat doet, wat zo extreem, maar ja, die kan het niet raken, heb je het hier lekker goed. Ja, daarom. Dan wil je echt kaal hebben, of zeg je van ik wil het wel? Wel en wel wat haar, maar niet heel erg kaal, moet ik zo zeggen. Wel een beetje op de gezien van school. Ja, lichter. Ja, dat weet ik, weet ik. Ergens? Ja. Ja, dat is wel lekker. Ja, precies. Nou, gaan we dan. Ja, helemaal lekker. Ja, heerlijk.
Daarom zei ik al, ik heb het heel kort gehad. Vorig jaar? Nee, anderhalf jaar terug, hè? Ja. Nee, nog voor die tijd zeker. Ja. Ja. Oké, top. Dat is één kant. Kijk, lekker. Kijk, en je hoeft het niet zichtbaar. Nee, daarom. Mag wel. Kan wel, kijk, je kan het ook niet zo doen. Klopt. Je moet het zo overdoen. Denk jij iets hoger? Ja, weet je wat het is? Dan kan je het niet meer echt open niet gooien. Nee, hè? En nu wel. Nu kan het wel, als je zegt van nou, ik ben klaar mee. Stel, je hebt iets dat je denkt... Nee, gewoon lekker zo. Ja, gewoon zo. En dan die kant ook. Ik ben altijd gek. En mijn moeder, en die is ook gek hoor, dat gaat. Alleen die woont dan niet hier in de buurt. Die woont helemaal in Den Helder. En maar die heeft... Dat heb je even gedaan? Nee, ik heb er gewoond. 6 jaar. Nee, 4 à 5 jaar op de dag gewoond. Ja. Anders ga je hier staan aan deze kant. Waar bemoeit wat mee? Ik wil aan de ander nog voor. Nou ja, maakt niet uit. Ik ben laatste drie dagen niet gewonnen. Gewoon werk je per seconde op 5% en daarna iets meer op. Ja, dat is mijn leven. Het duurt nog wel wat langer dat het een beetje bij elkaar komt. Ja, dat klopt. Dan heb je natuurlijk al wat korter haar draag. Zo. Hoe komt dat? Leuk, hè? Dat is een keer wat anders, hè? Ja. Rekening houden dat hij natuurlijk hier wel minder dik is. Ja, dat weet ik. Dat is een klopt. Zou je het ook gaan laten zien? Hebben we wel wat denken hier? Ja. Ja. Hier denk ik weer wel even de volume aanhouden. Ja, klopt. Klopt. Netjes. Nice. Ja? Ja. Dan denk ik lekker voor je te nog even plaatsnemen of een bij 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 Lekker. Ja. Ja. Deze ook
Nee. Kan je dan ook medisch horen? Ja. Ja. Want anders zie je het niet. Dus nee, dit klopt. Dit een beetje zo naar achteren. En het is zonde. Je hebt uiteindelijk iets anders en dan zie je het niet. Ja. Kijk, wat ik heb gedaan, is dat je het een beetje zo gaat raken. Heb je alleen omdat dit natuurlijk dat stukje op de school is, dat je het natuurlijk wel zichtbaar hebt. Ja, klopt. Nou, de zwaarte aan deze kant. Ja. En dan hier een beetje omhoog. Ja, netjes. Top. Leuk weer, toch? Ja. Alsjeblieft. Dank. Nou, dit ben ik dus. Mijn nieuwe look. Mijn nieuwe look. Ja, mijn nieuwe look. Een beetje vanaf. Dit is een beetje er vanaf. Helemaal geweldig. Ja.